Het Nederlandse entertainment verliest een onvergetelijke ster met het overlijden van acteur en zanger Erik Beekes op de leeftijd van 75 jaar. Zijn goede vriend Ben Holthuis heeft het droevige nieuws bekendgemaakt dat Beekes afgelopen maandag is gestorven in een hospice in Amsterdam nadat bij hem eind vorig jaar mondholtekanker was vastgesteld. In plaats van levensverlengende behandelingen te ondergaan, maakte Beekes de moedige keuze voor euthanasie. Bekers carrière beslaat decennia van indrukwekkende prestaties op zowel het toneel als op het scherm. Hij maakte zijn debuut in de jaren zeventig in het toneelstuk Madame Tjatskova en veroverde al snel de harten van het publiek met zijn veelzijdige talent. Zijn veelzijdigheid bracht hem naar verschillende televisieseries, waaronder de geliefde vare dramaserie serie Dubbelleven, waarin hij een onuitwisbare indruk achterliet. Vervolgens verscheen hij in een scala aan populaire series, waaronder Goede Tijden, Slechte Tijden, Chans. De Vlaamse pot en oppassen. Zijn acteervaardigheden schitterden ook op het grote scherm, waar hij te zien was in films als Bloedverwanten, Vlodder in Amerika, De Cachere en Spetters. In latere jaren verruimde Beekens zijn artistieke horizon door zijn talenten te tonen in musicals. Zijn optredens in Fame en De Zangeres zonder naam werden met lof ontvangen en zijn muzikale bijdrage blijven een blijvende erfenis van zijn veelzijdige artistieke nalatenschap. Als zanger heeft Beekes drie prachtige Nederlandstalige albums opgenomen, die zijn vermogen om emotie en verhaal te vertalen naar muziek laten zien. Terwijl het entertainmentlandschap rouwt om het verlies van een van zijn meest geliefde talenten, zullen vrienden, collega's en fans samenkomen om de herinnering aan Erik Beekes te eren. Later deze week zal hij worden gecremeerd in Crematorium Zorgvliet in Amsterdam, waar zijn nalatenschap zal voortleven in de harten van degene die hij heeft geraakt met zijn buitengewone talent en warme persoonlijkheid.